Vandaag bezoeken we een Brussels muzikaal collectief, K4. Het gaat over een groep vrienden die de muziekindustrie echt een impuls wil geven. En ze hebben een unieke combinatie van muzikaal talent, maar ook een neus voor zaken. Laten we eens een kijkje nemen. Voilà, heren, K4. Hoe is het eigenlijk begonnen voor jullie? De naam, de band, waar is het idee vandaan gekomen? Het ding is, we zijn altijd al wel een beetje geïnspireerd geweest door Gert Verhulst en Studio 100 en zo. Mm-hmm. Vroeger hadden we zo een kleine insider waarin dat we altijd zeiden van ja, we worden de volgende Studio 100, we worden Studio 1000. En toen dat we eigenlijk een entiteit, dus een naam nodig hadden voor onze DJ-groep, want we wilden altijd al mixen, ja, hadden we zoiets van laat ons gewoon inspireren door de man die ons heeft geïnspireerd. En hebben eigenlijk K3 eigenlijk een variatie van gemaakt. We hebben daar K4 van gemaakt, aangezien dat we met 4 zijn. En dat is eigenlijk heel funny, want 3 van de 4 namen hebben ook een K in de achternaam. Dus we hadden zoiets van oké, het past wel. En Robert hebben in het Frans gezegd van met lui c'est un K. Dus voilà. Hij is onze vierde K. Leuk ja. Geval. Voilà, hij is ons gevalletje. Er is ook een Vlaamse vertaling ondertussen. Hij is ons kapoen. Hij is ons kapoen. Voilà. En vandaar eigenlijk K4. Jullie hebben een concept, jullie doen dingen. Hoe worden jullie opgepikt? Hoe kunnen jullie het netwerk eigenlijk vergroten? Hoe gaat dat eigenlijk? Eigenlijk, we hebben vroeger zelf muziek gemaakt, maar nu mixen we meer muziek. Ah, ja. We produceren wel andere artiesten, maar het is niet dat we zelf nog actief muziek maken. Okay, ja. En hoe dat we opgepikt zijn geweest, ik denk dat het meer is door... we organiseren ook zelf evenementen, dus we programmeren ons eigen. En omdat we goed mixen, komen andere mensen kijken. En zo kunnen we ons verder en verder. Voilà, voilà.